Vandaag in de haven van Rotterdam. Towmaster Han moet de gigantische Saipem 7000 uit een droogdok slepen. We zaten echt op de tijdlimiet constant. Ja, daar loopt de spanning wel een beetje op. Daarbij kan niets aan het toeval overgelaten worden. Die kraan die je daar in de verte ziet, op het moment dat we eruit gaan, moet die draad los. Want anders neem je die kraan mee het water in. Ger is op de watertaxi al vroeg in de weer om de havenarbeiders naar hun werk te brengen. Beetje zin erin. En gasdokter Thomas zoekt naar het levensgevaarlijke fosfine in een container. Bij de juiste concentraties kan je verlamd raken. En als de concentraties zodanig hoog zijn, dan moet het ook dodelijk zijn. De haven van Rotterdam. Een van de grootste en drukste waterwegen ter wereld. De hoofdslagader van de West-Europese economie. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, houdt een team van zeer gespecialiseerde mensen dit logistieke monster draaiend. Starboard 20. Customs. Het is 11 uur 's morgens en over 3 uur is het hoogtij. Op de kop van het botlek ligt de enorme Saipem 7000 te wachten om uit het droogdok verlost te worden. Thomas de Han was al vroeg in touw om deze ingewikkelde opdracht te coördineren. Hij ligt er achteruit in. Nou, de stress is een beetje hoog, want hij krijgt maar net voldoende water om van de blok af te komen. En dat gaan we dan doen. Dan gaan we naar de monding trekken, de Panther en de Cheetah, samen. En jullie liggen dan stand-by als ze eruit komen in de zaai om eventueel te assisteren. En daarna achtervast te maken. Zodra die helemaal uit dok is, dat kunnen jullie hem vastmaken. Oké, nou, dat was hem. Dan gaan we erom beginnen. Het is natuurlijk niet voor niets dat Han de leiding heeft over dit soort projecten. Ik ben geboren op een sleepboot. Mijn opa had sleepbootjes. Toen ik een heel klein ventje met mijn opa meevoer, ik wilde kapitein worden. Sleepbootkapitein. Dat vond ik wel echt het ding voor mij. De Saipem 7000 is met zijn lengte van 197 meter het op één na grootste kraanschip ter wereld. De slepers hebben maar een paar centimeter speelruimte om dit gigantische schip uit het dok te krijgen. Hij kan alleen maar met pijlhoog water eruit. Dan hebben ze voldoende water onder de dokblokken dat de Saipem gaat drijven. Dat is echt centimeterwerk. En dan moeten de sleepboten en de dokdraden, dan moet echt iedereen er klaar voor zijn dat we gelijk achteruit kunnen op dat moment. Het brengt wel een bepaalde spanning met zich mee. Kloppen. Het dok moet er klaar voor zijn, de sleepboten moeten er klaar voor zijn. Als een van die componenten niet klopt, dan wordt die klus afgeblazen. Gaan we zelf nu zorgen maken. We lopen ietsje achter op schema. Het water komt heel snel op. Hij staat nu nog, hij heeft nog druk op zijn dokblokken, dus hij drijft nog niet, hij staat nog. Maar het wordt nu wel tijd dat de dokdeur open gaat, dat de sleepboten vast kunnen gaan maken. Maar de dokdeuren kunnen pas open wanneer aan beide kanten het water even hoog staat. Dan wordt iedereen zenuwachtig, de dokmeester, de projectmanager en ook de touwmeester. Want ja, gaan we het dan halen of niet? En dat is wel echt wel een dingetje op dat moment. Er zijn omstandigheden die kan je inschatten, maar je hebt ze niet in de hand. Je hoort nu ook aan iedereen, aan de loods, aan de kapitein, aan de dokmeester. De communicatie wordt korter, wordt minder vriendelijk, dus de spanning loopt wel wat op. Ik ben nog een meter of drie. Ja, oké. Ja, hij staat er 40% op. Dus dat moet. Het is maandagmorgen 5:50. Ger begint zijn vroege shift op de watertaxi met het vaste ritje IJsselmonde. Goedemorgen. 5 dagen in de week beginnen we 's morgens om 6 uur. De werknemers van IAC in Hollandia. En dat doen we omdat ze dan niet het knelpunt van de Brinobrug hebben. En dat scheelt ze zomaar een half uur reistijd. Goedemorgen. 2, 3, 4, 5, 6. Dat zijn voornamelijk lassers, ijzerwerkers, magazijnmeesters enzovoort. En zijn 's middags om 3:30 zijn ze klaar en dan pendelen we ze weer terug. Beetje zin erin. Het zijn harde werkers die elke morgen heel vroeg uit bed moeten. Dus ja, dan zijn ze nog een beetje slaperig. Maar ja, wie heeft er geen ochtendhum, toch? Zellam. Hey, fijne dag allemaal, zover. Tot vanmiddag.
Terwijl Ger drukdoende is het havenpersoneel naar hun plek van bestemming te brengen, blijven de containers de haven binnenstromen. Op de tweede Maasvlakte arriveert Thomas bij zijn werk. In de haven staan hij en zijn collega's bekend als de gasdokters. Het hele beroep gasmeetkundige, dat is eigenlijk door het ernstige ongeval wat in, ik geloof, 2003 is gebeurd. Er waren twee medewerkers die openden een container vol met glaswerken. Die werden onwel, die liepen naar de kantine toe en die zijn daar omgevallen. Die zijn nu voor het leven verlamd aan één kant. Die hebben geen spraak, geen reukvermogen meer. Klanten komen met hun containers langs wanneer ze het vermoeden hebben dat er giftige dampen in kunnen zitten. Goedemiddag. Goedemiddag. Gasmeten? Ja. Jaarlijks komen er ruim 12 miljoen containers de haven van Rotterdam binnen. Aan veel van deze containers wordt gif toegevoegd als conserveringsmiddel of om ongedierte te bestrijden. Persoonlijk check ik rond zeker wel 50 containers per dag. Tussen de 5 en de 15 die ik op een dag soms wel afkeur. Leveranciers stoppen vaak gif in hun container om goederen langer goed te houden. Maar met dit gif gaat het regelmatig mis. De container die Thomas controleert is afkomstig uit China en zit vol noten. In China, om het even bot te zeggen, daar doen ze maar wat. Ze voegen het gas toe in de container en denken verder niet na over de consequenties die het kan hebben voor de mensen hier. Thomas brengt een meetinstrument aan waarmee hij een nauwkeurige analyse van de lucht in de container kan maken. Zie je hem verkleuren? Ik denk dat we een fosfinebak hebben, jongens. Deze container is afgekeurd. Okay, ik ga zo de klant informeren. Ja? Ja, super. Super. Ja, dat heb je dus. Hij is afgekeurd. Je mag een briefje invullen, alsjeblieft. Hij gaat hier vanaf. Ja? Ja. Super. Het vermoeden van de klant blijkt juist te zijn. Het is maar goed dat ze de container hebben laten controleren. De meeste klanten die weten ook wel van, ik vervoer dit en dit. Dus misschien zit er een risico aan verbonden en dat willen ze uitsluiten. Ja, misschien is er wel een keer een ongeluk gebeurd of misschien heeft er wel iemand hoofdpijn gekregen. Ik ga nu een container bekijken of er fosfine in zit. Ik heb hem net afgekeurd op gas. Daar is speciale bepakking voor nodig. Blootstelling aan het gas fosfine kan levensgevaarlijk zijn. Bij de juiste concentraties kan je verlamd raken. Je krijgt geen spraakvermogen meer, geen reukvermogen meer. En als de concentraties zodanig hoog zijn, dan kan het ook dodelijk zijn. Op de kop van de botlek moet Thomas ter hand de enorme Saipem 7000 uit zijn droogdok slepen. Maar de elementen lijken Han niet gunstig gezind te zijn. Als we niet voldoende water krijgen of we gaan over de tijdlimiet heen, zullen we weer moeten wachten op hoog water. Maar het weer gaat heel erg veranderen. We krijgen meer wind. Maar mag boven windkracht 3 mag die er niet uit. Dan zal het nog een weekje opschuiven. En dat, ja, dat kost natuurlijk ongelooflijk veel geld. Het water kwam eerst wat langzaam, liepen we achter op schema. En er kwam ineens binnen zoveel minuten zo verschrikkelijk veel water dat het was eigenlijk binnen 20 minuten was het bekeken dat hij dreef. Maar dat betekent dat voor de slepers het passen en meten nu pas gaat beginnen. En de klok loopt. We zaten echt op de tijdlimiet constant. Tijddruk, het water, ja, daar loopt de spanning wel een beetje op. Spotters op de kade houden alles nauwlettend voor hand in de gaten. 25 centimeter en dan komt de bot. Hij moet nu echt richting de deur. Als hij verder het dok in zou schuiven, loopt hij van zijn stapeling af en verschuift. Ja, hij komt wel hier. Maar dat is prima. Als die twee gewoon minimale krachten opzetten, dat we in ieder geval onder geen enkele voorwaarden het dok inlopen. Nee, oké. Ja, gaat dat goed? Kan je dat zien, Tom? Dan gaat hij zo drijven, mannen. Dan gaan we erom beginnen. Tergend langzaam wordt het gevaarte in beweging getrokken. Er staan ongelooflijk sterke sleepboten, die Panther en die Cheetah. Binnen Rotterdam de sterkste boten, maar je kan er ook heel goed mee fine-tunen. Je kan er ook ongelooflijk
heel voorzichtig mee werken. Bijvoorbeeld, de boot kan 95 ton trekken. We trekken nu nog geen 6 ton per boot. We schuiven heel zachtjes naar voren. Het is echt centimeter werk, maar het gebeurt wel. Sjoerd, voor jouw informatie, we staan er minimaal op alle twee. Ja, prima. Je houdt een mooi dag hier, Bakker, voor. Dus dat komt mooi. Bakker, achter loopt hij voor mij langs het dok, want dat is prima. Oké. Okay. Straks. We gaan nu over de dokdeur heen. Dat is wel een kritiek moment. Thomas Terhan moet alle zeilen bijzetten om de Saipem 7000 veilig uit het droogdok te krijgen. Die kraan die je daar in de verte ziet. Op het moment dat we eruit gaan, moet die draad los. Want anders neem je die kraan wel in het water in. En Thomas moet de bron van de fosfinebesmetting zien te lokaliseren. Als de concentraties zodanig hoog zijn, dan kan het ook dodelijk zijn. Dit is de haven van Rotterdam. In de botlek hebben Thomas Terhan en zijn team de enorme Saipem 7000 in beweging gebracht. Een met militaire precisie geplande operatie waarbij geen ruimte is voor fouten. Dit is een kritiek moment. We gaan nu over de dokdeur heen. Dat is wel een stap in het uitdokken van de Saipem. Daar zijn precies de diepgang en de snelheid op afgemeten. We hebben nu ongeveer 30 centimeter water boven de dokdeur. Nee, Sjoerd, ik ben helemaal gestopt. Okay. Als dat eventueel geraakt wordt, dan hebben we echt een probleem. Je ziet die winch onder de kraan meelopen. Die worden vanuit het dokkantoor bediend. En die vieren zachtjes bij. Dat is eigenlijk onze rem. Normaal doen andere sleepboten dat, maar ja, die kunnen vanwege de grootte kunnen ze niet mee het dok in. We zijn afhankelijk van die winchen die daar meelopen. Bij een complex project als dit kan de Towmaster zich geen enkel moment van ontspanning veroorloven. Van tevoren worden de windsterktes, de windkracht en de windrichting waaronder het mag worden afgesproken. Maar het eiland is bijna 80 meter hoog. Daar staan nog gigantische kranen bovenop. Dat zijn ook nog windvangers. Dus er wordt op een andere hoogte wind gemeten. En het kan zomaar zijn dat het daar wel windkracht 3 of windkracht 4 is. En dan wordt het project afgeblazen. We zaten precies op de grens. Dat Han tegenwoordig zo'n belangrijke functie bekleedt, was niet vanzelfsprekend. Hij heeft een lange weg moeten afleggen. Ik was echt van school weggelopen en ik wist alles beter en geen diploma's. En de eerste boot waar ik opkwam, die kapitein zegt, hebben we een sukkel die van school weggelopen is. Een kapitein die heel streng was, maar waar ik wel heel veel van mocht, maar echt wel de goede kant uit gestuurd heeft. 7 school gedaan, kapitein geworden en ja, stapje voor stapje gemaakt. Hans jarenlange ervaring komt samen in opdrachten zoals deze. Zijn voorafgemaakte plan wordt minutieus uitgevoerd door de 4 sleepboten. Als je meer naar de bakboord zoekt, dan gaan we landen. Zit daar eventjes naar binnen. Rustig, rijst erbij. Ja. Ja, Sjoerd, ik heb Zodra de Saipem 7000 uit het dok vrijkomt, moeten de lijnen naar de wal los worden gegooid. Op het moment dat hij uit het dok is, we moeten die sleepboten zo snel mogelijk vastmaken om te kunnen remmen voor ons. Maar dan dreigt er toch nog een kink in de kabel te komen. Ik ben nou weer het dok in met een noodgang. Ja, even naar voren liggen, jongens, even de vaart eruit. Is die draad los? Die kraan die je daar in de verte ziet, die had een draad vast van van het dok naar die Saipem toe. Op het moment dat we eruit gaan, moet die draad los, want anders neem je die kraan wel in het water in. Bij Hotel New York moet Ger haast maken om aan zijn middagshift op de watertaxi te beginnen. Zo, het zonnetje schijnt. Maar zijn oog valt op de nieuwe boot die gisteren is geleverd. Nou, dit is de laatste nieuwe aanwinst. Die is gisteren gekomen. Wat mooi, allemaal nieuw. Fijne schepen ook om mee. Ze varen lekker. Je kunt er goed mee manoeuvreren. Ze hebben allemaal een waterjet. En als je dat in de vingers hebt, een waterjet, dan frommel je hem in elk hoekje waar je hem hebben wil. Dat is echt fantastisch. Ger moest wel omschakelen toen hij op de watertaxi begon. Deze boten zijn andere koek dan die hij als roeier gewend was. Ik ben 1 keer achterin het sloefwater in de hekgolven van een duwconvooier gekomen. En die gooien ontzettend veel
water achterweg. Dat deed ik vroeger met de roeiers, deed ik dat wel. Maar met deze watertaxi's, dus toch een ander type schip, heb ik me daar een beetje op verkeken. En daar ben ik ingedoken. En toen dacht ik, nou, als dit maar goed komt. En toen heb ik mijn vakmanschap zeggen, we moeten gebruiken om eruit te worstelen. En toen heb ik gedacht, dat doe ik nooit meer. Nou, hier moeten we heel rustig varen. Want de meeste schepen die zijn gewoon bewoond. En die vinden het niet zo lekker als, als de gekookte eitjes van tafel rollen. De watertaxis doorkruisen de hele dag de haven. En dat is af en toe best aanpoten. Is dit de hele club? Ja. Zijn jullie een dagje uit in Rotterdam? Ik vind soms wel eens stressen. Je hebt een boot vol met mensen. Dus de ene die wil wat aan je vragen, die wil dit, die wil zus. En je bent aan het varen en dan willen ze al betalen. En dan zeg je, ja, ogenblikje, ik ben nog bezig. En dan kom je op plaats van bestemming aan. Daar staat daar het ponton waar die mensen uit moeten stappen. Staat alweer vol met de volgende mensen en die beginnen al gelijk. Gaat u daarheen? Kan ik met u mee daarheen? Ja, ogenblikje, ik kom bij u. En dat is wel eens hectisch. U bent de penningmeester? Ja, helaas wel. En dan moet je afrekenen en dan de ene die wil graag pinnen. En dat, het is een draadloos pinapparaat, dat duurt eventjes. Dan staan ze een beetje ongeduldig, er acht mensen erachter staan. En dan gebeurt het wel dat ze achter je rug eruit glippen. Dat moet je goed in de gaten houden, want dan ben je ze kwijt natuurlijk. Dus dat is wel eens een beetje stressig. En, maar ja, goed, dan vermand ik mezelf van, joh, rustig gewoon door en dan gaat het wel. Maar als je dan echt zo'n hele dag zo'n stressdag hebt gehad, dan heb je je portie wel aardig weg, hoor. Dan ben je wel blij dat je hem aan je collega over kan geven. Op de Tweede Maasvlakte moet gasdokter Thomas een container uit China ontsmetten. Deze blijkt vol te zitten met het dodelijke gas fosfine. Fosfine is een erg gevaarlijk bestrijdingsgas. Dat wordt gebruikt vooral bij voedingsmiddelen, noten, ook bij koffie. Dat wordt er allemaal ingehangen tegen ongedierte, maar het is ook heel erg schadelijk voor de mens. We spreken eigenlijk van twee soorten vergiftiging. Dat is acute vergiftiging en chronische vergiftiging. Vaak als er een container wordt geopend waar een concentratie wel over de grenswaarde is, dan voel je dat vaker pas maanden, soms jaren later. Dat slaat zich op in je lichaam. Ja, en dan krijg je daar later pas last van. En bij een acute vergiftiging dan is de concentratie zodanig hoog dat je gelijk misselijk, onwel of kan je verlamd raken. En als de concentraties zodanig hoog zijn, dan moet het ook dodelijk zijn. Thomas moet eerst de bron van de besmetting lokaliseren. Daarna kan hij de container en de goederen die erin zitten veilig maken. Ik kijk of er aan de zijkanten fosfine hangt. Dat is in poedervorm in zakjes tegen ongedierte. Dat hing er. Het is maar goed dat de klant deze container laat controleren. De grenswaarde van fosfine in Nederland, dat is 0,1 ppm. Dat zijn parts per million. Dus hoeveel miljoen deeltjes in de container zitten. En we hadden gemeten een concentratie van 38,5. Dat is heel erg gevaarlijk en schadelijk voor de mens. Nadat Thomas de bron van de besmetting heeft verwijderd, sluit hij de container hermetisch af. De aanwezige lucht wordt met behulp van een pomp grondig gefilterd. Deze vangst is een potentiële ramp voor de opdrachtgever voorkomen. Het liefst zeggen wij als gasmeters van Rotterdam, we willen elke container controleren, want er is niks zeker in het gasmeten. Je kan er 10 goedkeuren en de 11e met precies hetzelfde product kan een keer fout zijn. Dus eigenlijk geven wij als advies mee, laat ze allemaal controleren. Voor Thomas staat de volgende container alweer te wachten.
De Saipem 7000 wordt door Han en zijn team met grote precisie het droogdok uitgesleept. Maar het 117.000 ton wegende gevaarte wil niet loskomen van een kraan aan wal. Op het moment dat we eruit gaan, moet die draad los. Want anders neem je die kraan mee het water in. Dat zit aangekoppeld aan elkaar. Is die draad los? Hij is los, hè, Sjoerd. Dus we kregen die draad niet los. Het was wel even een spannend momentje. Maar de achterboot, de Hudson, was in staat om het eiland stil te leggen. En toen hebben ze op de reguliere manier de draad los kunnen gooien. Wat rest is het kraanschip veilig naar de kade te brengen. Recht vooruit, de touwtje strak. Ja, als een voetballer die een goal scoort. Als je zo'n klus klaart, dan ben je de kampioen van die dag. En ja, er gaat heel veel adrenaline door je heen dan. Je bent echt gefocust op dat project. En ja, dat is wel wat bijzonders. We laten nu met drie boten in de zij duwen om hem op zijn lichtplaats te houden. Hij ligt nu in de positie waar hij wezen moet. Het is een perfect gelopen klus, precies volgens het draaiboek zoals we afgesproken hebben. Dus voor onze geslaagde missie. Ik hou van Rotterdam, ik ben Rotterdam. Ik ga heel graag op vakantie, maar ben altijd ongelooflijk blij als ik terug ben in Rotterdam. Volgende keer in de haven van Rotterdam. Bommenexpert Frank is op zoek naar een blindganger uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is wel heel duidelijk. Ja. Ger krijgt een ras echte Rotterdamse aan boord. Ik ben van Sparta en dan woon ik in Feyenoord. Ik ben Spartaanse Feyenoorder. En sleepbootkapitein John wordt ingeschakeld voor een hele speciale klus. Voor vastmaken, dan heb je kans dat hij de schroef raakt. Moeten ze mij komen halen. En dat wil niemand.